Ik heb hier een groot ijzeren ding gevonden. Ik weet nog niet precies wat het is. Maar ik denk dat het met de oorlog te maken heeft. Wie het weet mag het zeggen. Maar ik ga het thuis opzoeken. Hier heb ik in ieder geval wat ingestaan. Dit is gevonden in Dordrecht, waar in 1940 de Duitsers hebben gevochten. Heel even. En daar hebben ze bijna 5 jaar gezeten. Maar zo te zien heb het niets met een vlak te maken. Tenminste, ik zou niet weten wat voor onderdeel het moet zijn. Ga ik opzoeken. Wordt vervolg. Dit is een affuit, een onderstel voor een machinegeweer van Browning. Die kon op een jeep of op een voertuig geplaatst worden. Hier kwam die in te staan, de Browning. Een mitrailleur, ook wel genoemd. Deze kwam op de beugel die op de wagen gemonteerd was. Ze kon ronddraaien, van alle kanten schieten. Dit is een hendel, die kon je opentrekken en dan kon je hem klappen, denk ik. Gevonden in Dordrecht, waar de Duitsers hebben gezeten. Dus hoe komt daar nou, kom die daar terecht? Vind je nooit.